Even kijken. Ik denk dat we lekker kunnen gaan beginnen. Volgens mij druppelen de rest van de mensen zo wel lekker naar binnen toe. Even kijken. Welkom iedereen bij deze editie van de Dev Talks Live samen met Egon over designsystemen en specifiek het designsysteem dat Dept en Egon samen hebben opgezet. Ik ben Tom, ik ben visual designer bij Dept, gespecialiseerd op het gebied van designsystemen. En het komende uur ga ik samen met jullie, samen met Wouter en Alexander, door het verhaal van het designsysteem bij Egon heen lopen. Waarom zijn we daaraan begonnen? Wat is een designsysteem precies? En wat komt er nou allemaal kijken bij het opzetten van zo'n designsysteem? Maar voordat we al die vragen in gaan duiken, misschien even goed om te beginnen met wie er daadwerkelijk nou ja, in deze call aan het spreken zijn. Wouter, zou jij jezelf even kunnen voorstellen? Wouter, volgens mij sta je nog op mute. Technologie blijft toch best wel lastig, hè? Ondanks dat we allemaal digital mind zijn. Wouter van den Kamp, ben UX lead bij Egon, iets meer dan een jaar. Ook product owner design systeem, dus daar een mooie link tussen hè, wat we aan het doen zijn qua creativiteit, maar ook een stukje business. Hiervoor bij verschillende merken gewerkt, kleine agencies, groot, klein, noem maar op. En vandaag mag ik jullie verblijden met mijn aanwezigheid. Mooi, mooi, mooi. En Alexander? Ja, ik ben Alexander van Noord, senior front-end developer. Deze maand 10 jaar in dienst bij Dept. Gefeliciteerd. Eerlijk zijn we ook de champagne nog openmaken. Maar enthousiast voor het bouwen van eenvoudige systemen, voor toegankelijkheid, werken in teams. Ik heb hiervoor gewerkt voor onder andere ministerie van Buitenlandse Zaken, hypotheker. En nu sinds 2 jaar voor Egon, waarvan de laatste jaren in het design system team. Gaat. Hey. Hoe dit gesprek de komende uur een beetje zal lopen is. Wij hebben natuurlijk ontzettend veel te vertellen. Ik heb ontzettend veel te vragen aan Alexander en Wouter. Daarnaast voor iedereen die thuis mee aan het luisteren, mee aan het kijken is, ondertussen lekker aan het lunchen is, die voel je vrij om ook vragen in de chat te zetten. Die krijgen we allemaal binnen en dan kunnen we die nou ja, hopelijk beantwoorden ook vanuit het perspectief van wat we bij Egon hebben opgezet. Daarnaast hebben we ook een aantal polls die we gedurende het gesprek open zullen zetten. Waarbij we ook benieuwd zijn naar nou ja, hoe jullie er allemaal in zitten. Voordat we daadwerkelijk designsystemen induiken, misschien even goed voor iedereen die in deze call zit. Ik denk dat de meeste mensen wel van Egon gehoord hebben. Ook wel globaal weten wat Egon doet. Maar toch even een introductie, Wouter, vanuit jou over specifiek ook waar dit designsysteemverhaal binnen Egon speelt. En nou ja, een kleine introductie aan die kant. Egon is een 175 jaar oud financiële organisatie. Dat betekent dat wij verzekeringen doen, hypotheken, maar ook beleggingsproducten. En dat doen wij in Nederland, maar ook in Amerika, Zuid-Amerika, Noord-Amerika, Azië, Spanje, Portugal. Dus het is best wel groot. Vandaag, tenminste waar ik me mee bezig hou, is puur een Nederlandse merk. Dat is waar wij oorspronkelijk ooit zijn begonnen als Egon. Dus het is voor ons de kern van waar wij staan. Onze organisatie werkt met een intern service model. Dat is wel handig om te weten. Dus wij hebben, net zoals heel veel corporates, hebben een aantal business units. Die zich gaan focussen op specifieke producten en alles daaromheen. En we hebben een aantal specifieke service units. En een daarvan is digital platforms, waarmee we platformtechniek leveren en dus ook het design systeem. Dat is eigenlijk in een notendop hoe onze organisatie eruit ziet. Gaaf. En het designsysteem bij Egon, is dat voor Egon breed opgezet of is dat nog voor een specifiek onderdeel van Egon? Want ja, 175 jaar de organisatie, gigantisch groot. Hebben we het nu over Egon als geheel of over een specifiek onderdeel? We hebben het nu over Egon Nederland. Dus we zijn vorig jaar begonnen met de mijnomgevingen. We zijn nu het adviseursportaal aan het oppakken. En later dit jaar ook Egon.nl krijgt een goede update. Dus het is nu nog Egon Nederland. Maar er zijn mogelijkheden dat we nog gaan opschalen later dit jaar of volgend jaar naar ook andere landen units.
Daar zou je ook kunnen zeggen dat een design systeem daar natuurlijk bij kan helpen om op te schalen. Het design systeem is een van de redenen geweest om deze optie te gaan verkennen, zeker. En voor iedereen die nu thuis, of die straks als we allemaal mooie verhalen vertellen over consistentie en stakeholders betrekken, denkt ik wil dat resultaat zien en ik ga naar Egon.nl. Die update vanuit het design systeem is volgens mij nog niet live. Dus op dit moment zie je op Egon nog niet het systeem zoals we dat nu bespreken gereflecteerd. Dat zit hem voornamelijk nog in de Mijn Portaal en de app, als ik het goed begrijp, toch? Ja, maar voel je vooral vrij om het product van Egon af te nemen. Dan ja. Dan zie je hem wel. En anders wordt het even wachten tot zomer, einde van het jaar, zodat je al het mooie geweld kan zien. All right. Hey, dan wil ik eerst even een beetje de waarom, wat, wanneer, waar, wie, hoe in proberen te duiken. Misschien is het ook een mooi moment om de eerste poll erin te gooien met de vraag wie gebruik maakt van een design systeem. En terwijl we dat aan het doen zijn, denk ik goed om gewoon ook bij de waarom vraag te beginnen. Alexander, waarom had Egon een design systeem nodig? Om te beginnen, Egon had al een soort van een design system. Het had al een pattern library. Maar wat we eigenlijk zagen was dat dat allemaal best wel losvast georganiseerd was. Er was weinig specialisatie bijvoorbeeld. Het kon wel wat meer focus gebruiken voor wat meer kwaliteit. Dus we hebben eigenlijk toen op een gegeven moment gezegd van moet er niet eigenlijk gewoon een team komen wat gewoon dedicated hieraan kan werken. En eigenlijk ook gevoed door gewoon een hele beweging die nu gaande is rondom design systems. Dus het is moeilijk om nu zeg maar design en frontend te doen en daar helemaal niks van mee te krijgen. Dus het gaat eigenlijk om een heleboel dingen. Dus tools als Figma, maar ook componenten vanuit React en Angular, design tokens. Er is nu heel veel gaande op het gebied van design systems. Eigenlijk voornamelijk vanuit zeg maar Silicon Valley en de bedrijven waar eigenlijk op nog veel grotere schaal wordt gewerkt. Ik zat toevallig gisteren even te kijken bij Spotify. Die hebben 500 designers, 5000 developers. Dus vanuit die behoeftes zijn natuurlijk superveel tools, methodieken, technieken worden ontwikkeld. Om dat allemaal veel gestroomlijnder te doen en op veel hogere kwaliteit. En ik denk op die beweging zijn we aan het meesurfen. En is het gelukt om gewoon een team hiervoor op te starten. Ja, dus eigenlijk vanuit ook de ontwikkeling in de markt rondom design systemen, het verhaal dat omhoog komt. Vooral de tooling die ook het steeds beter maakt om op zo'n systematische manier te werken. Wat was dan nou, Wouter, aan jou de vraag concreet, de aanleiding om bij Egon daarmee te starten? Zagen jullie heel veel inconsistentie in het digitale product? Of dachten jullie, we kunnen op een soepelere manier met elkaar samenwerken? Wat waren eigenlijk de dingen die jullie zochten met een design systeem? Toen ik vorig jaar januari binnenkwam, toen liep het al. Dus Alexander had al heel mooi werk gedaan samen met een aantal andere designers van, hey, dit hebben we nodig. Waar we vanuit Egon het hobbelpunt erkenden, is dat juist vanuit die interne servicelevering way of working, is het best wel moeilijk om een verandering te starten die centraal is, zonder daar heel veel stakeholder management voor te doen. Op het moment dat ik binnen kwam lopen, was het vooral ook een stukje de organisatie meenemen. Hey, in wat is nou een design systeem? En hoe gaat dit helpen om jouw doelen te bereiken? Dus het is ook heel diep in de strategische doelen van zo'n value stream mee te kunnen rennen. En vervolgens zeggen van kijk, als je dit wil behalen, dat design systeem die gaat ervoor zorgen dat je dat 40% sneller doet. Dus waar mijn rol vooral zat, is dat ook echt als stukje stakeholder management. Om dat gewoon goed te plaatsen, maar ook constant die resultaten naar boven te halen. Toen we begonnen, toen hadden we ook het idee van, we gaan een jaar lang, gaan we gewoon aan het design systeem werken en dan zetten we het weg en dan komt het wel goed. Het gevaar is dan dat je dan dus niet zo echt een resultaatgericht aan het werken bent. Dus we hebben Alexander en het hypothekenbedrijf hebben we ook echt gezocht naar breeding grounds, pilots, om zo'n design systeem, voordat het af is, eigenlijk al te implementeren.
En dat had een paar mooie voordelen, want we hadden heel snel resultaten waarbij we konden zeggen, kijk, conversie gaat zoveel % omhoog, NPS gaat zoveel omhoog. Maar we hadden ook al een groep mensen, developers, kunnen leren hoe je werkt met een design systeem, what the way of working is. Dus dat was best tof en dat ging eigenlijk wel goed. We zijn nu net de fase uit dat we een infrastructuur hebben opgezet. We hebben een heel mooi werkend systeem, wat bestaat uit verschillende lagen, wat super flexibel is en toch een stukje centralisering toepast om systematische componenten neer te zetten. En we zitten nu op het moment dat we eigenlijk echt omslaan naar een service team. En dat komt ook weer met de nodige uitdagingen op zo'n beetje elk vlak. Service team? Ja, dus op het moment dat je een product gaat leveren, dan is dat iets wat je gewoon eenmalig investeert en dan staat het ermee klaar. En ik denk dat heel veel mensen die ervaring hebben met design systemen, ook gewoon met digitale producten in zijn algemeenheid, dat is nooit af. Daar moet je onderhoud aan plegen. Er komen weer updates, moet je rekening mee houden. Een hele leuke is de Figma Auto Layout. Het is een super geniale functie, maar het biedt ook nog wel wat uitdagingen. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld met Angular. Dat update ook elke 6 maanden, dus moet je ook rekening mee houden. Dus je wil dat constant, wil je dat up-to-date houden. En dan hebben we het alleen nog over de makkelijke dingen. Juist omdat Aegon zo groot is en zoveel verschillende business units heeft, is ook de tech stacks van al die business units is anders. Dus niet iedereen zit op dezelfde Angular versie. Niet iedereen maakt gebruik van Angular. Dat zijn ook mensen waar je rekening moet houden om te helpen dat zij volledig profijt kunnen halen uit zo'n design systeem. Je kan niet verwachten dat dat een hele normale standaard manier van way of working is die iedereen gelijk oppakt. Daar moet je nog wel een hoop extra dingen voor doen. Ja, een van de dingen die je volgens mij ook vaak hoort over design systemen, en dan gaan we denk ik ook iets meer richting, nou ja, een soort van definitie van wat betekent dan een design systeem in ieder geval voor ons bij Aegon en Dept ook. Eén ding wat je wel vaak hoort dat volgens mij hierbij aansluit is dat een design systeem niet een product is wat je neerzet met een kop en een staart, maar dat het echt meer gaat om een gedachte, een algemeen proces om op te zetten wat eigenlijk, nou ja, vertelt hoe jij als organisatie omgaat met het creëren van je digitale product. Ik geloof dat het ook vaak wordt verwoord als het opzetten van een shared language. Alexander, wat betekende dat shared language principe bij Aegon voor jullie? Ja, ik zag net in de poll dat in ieder geval 1 iemand nog niet weet wat een design system is. Dus goed om inderdaad in dat eventjes nog iets duidelijker te krijgen. Ik denk om het een beetje te positioneren, wat je voor moet stellen is dat je dit doet op een grote schaal. Dus je hebt een grote IT-afdeling, je maakt meerdere websites, meerdere webapps, mobiele apps, iOS, Android, etc. Je hebt een heleboel teams, in al die teams zitten ook designers. Die zijn allemaal bezig met de branding. Die zijn op een of andere manier bezig om het merk en de huisstijl die er al is te vertalen en te interpreteren naar digitale producten. Maar een huisstijl, een brand, is natuurlijk best wel statisch. En niet altijd helemaal perfect voor digitaal. Of je hebt andere specifieke wensen. En eigenlijk wat je met het design system oplost, is eigenlijk de hele IT-afdeling en al die teams faciliteren en helpen en voorzien van bouwblokjes waarmee de teams zelf hun eigen bouwwerken kunnen maken. Dat is eigenlijk ongeveer wat een design system is. Ja. Je zet eigenlijk een blokdoos op. Je maakt eigenlijk al die merkkeuzes, al die stijldingen maak je breed toegankelijk voor iedereen binnen de organisatie. En ik denk ook een groot voordeel wat je erbij probeert te behalen, is dat je ervoor zorgt dat iedereen over dezelfde dingen praat. Dus het gebeurt nog best wel vaak dat developers en designers andere bewoordingen hebben voor wat een button is, wat een link is, wat een card is. En eigenlijk middels zo'n design systeem zet je een documentatie op waarin je die definities strak trekt aan elkaar. En zorgt dat iedereen op die manier dezelfde taal spreekt. Even kijken, ik zie een aantal interessante vragen binnenkomen, ook via de chat al.
Een vraag vanuit Roy. Hebben jullie een design systeem dat werkt voor app, desktop, /e-mail? Of hebben jullie voor ieder platform een apart systeem? Dus is de één overkoepelend model of hebben jullie dat opgesplitst voor verschillende contexten? Wouter? Wij werken met verschillende platformen. Wij zijn wel een verschil aan het aanbrengen binnenin hoe we adviseurs bedienen en hoe we consumenten bedienen. Want dat zijn gewoon twee hele andere user experience die je wilt bieden. We hebben het zodanig opgebouwd dat aan de ene kant hebben we een stuk design language die ondersteuning biedt aan het design systeem. Dat is eigenlijk met elkaar gekoppeld. In de kern is het design language gebaseerd op tokens, zoals we dat heten. En dat gaat dan over typografie, dat gaat dan over je vormen, dat gaat over een stukje branding, dat gaat over je kleuren. En op dat niveau haal je eigenlijk al winst door dat goed te definiëren hoe je daarmee omgaat. Dus op basis daarvan kan je eigenlijk al alles bedienen. En door die tokens te combineren krijgen we componenten. En die componenten, dat zijn dan je buttons, dat zijn dan je bullets, dat zijn je accordeons, je step indicators, nou noem maar door. Dat betekent dat op het moment dat we een component nodig hebben, maar die staat er niet in, bijvoorbeeld voor een stukje e-mail marketing, dat zij niet op ons hoeven te wachten. Zij kunnen zelf met die tokens aan de gang. Op het moment dat het component gemaakt is voor die e-mailkanaal of wat dan ook, kunnen wij het weer terugvoeren naar het systeem, zodat het weer toegankelijk wordt voor iedereen die daar gebruik van wil maken. Afhankelijk van hoe het systeem werkt. Dus om te zeggen dat we alles hebben, nee, dat hebben wij zeker niet. We zijn pas een jaar bezig. Maar we hebben zeker wel de mogelijkheid, dankzij de wendbaarheid van het systeem, om iedereen te bedienen en te ondersteunen. Beantwoord dat je vraag? Dat, wat mij betreft wel. We kunnen moeilijk. Ik hoop dat het ook de vraag van Roy beantwoordt. Ik zie hem. Geloof niet dat hij. Thanks, heel insightful. Want ik denk dat het gelukt is. Oké, dat is goed om te horen. Een vraag die ik ook nu net zie binnenkomen, die volgens mij heel goed aansluit bij waar we nu een beetje zitten in dit verhaal van het begin. Waarom wil je een design systeem en hoe maak je dat begin nou? De vraag is vanuit Luc, op welk moment weet je zeker dat het verstandig is om van een pattern library over te gaan of door te ontwikkelen naar dan een daadwerkelijk volledig design systeem? Ligt dit puur aan de hoeveelheid mensen die te maken hebben met het design en of development? Of zijn er ook andere factoren die minder voor de hand liggen? Dus resume, wat is nou het moment dat je als organisatie eigenlijk inziet van, hey, weet je, we hebben een pattern library staan, maar we moeten dit breder gaan oppakken, we moeten dit verder doen. Alexander, jij hebt natuurlijk heel erg aan de start gezeten van dit verhaal. Wat was voor jullie dat moment? Ik denk wel goed om te realiseren dat er niet een vast omlijnd proces is hiervoor. Ik denk in grote mate start je ook met design systems omdat je er gewoon een bepaalde overtuiging hebt. En als je kijkt naar andere design systems, dan worden ook hele verschillende keuzes gemaakt. Bijvoorbeeld een ING, die heeft een soort van white label design system gemaakt. Dat is iets compleet anders als bijvoorbeeld de gemeente Den Haag, die nu een material heeft gebruikt om mee te starten. Dus er zijn hele verschillende keuzes. Dus je moet eigenlijk heel goed kijken naar van wat is de specifieke situatie in jouw organisatie. Het aantal mensen speelt zeker een rol. Techniek speelt een rol. Is het voornamelijk website of is het ook applicaties en hoe wil je dat synken? En hoe is de. Uiteindelijk gaat het voornamelijk om mensen. Dus hoe is de organisatie? Kan alles explicieter en gestructureerder geregeld worden? Om iets te noemen waar je naar kunt kijken, is wat je veel ziet in organisaties, is dat als dingen niet echt heel erg gestructureerd zijn, dat dan één iemand een beetje de verantwoordelijkheid krijgt, omdat die dingen naar zich toe begint te trekken. Omdat dat degene is die altijd alles weet van typografie of van iconen. Moet je altijd bij die en die zijn. Maar ja, dat is natuurlijk best wel fragiel. Iemand kan weer weggaan uit de organisatie of is op vakantie, wat dan ook. Dus dat zijn allemaal van die tekenen van ja, misschien moet je de structuren veel explicieter gaan maken. Het werkprocessen strakker inregelen. En kijken of je mensen dedicated erop kan krijgen. Dan kun je ook heel klein beginnen.
dat is een beetje de manier hoe ik het, hoe het zou aanvliegen. Je zegt heel klein beginnen. Misschien goed om hem door te pakken inderdaad naar dat begin. Je hebt dat moment heb je gevonden. Je hebt gezien dat je je schaalbaarheid wil vergroten. Je hebt gezien dat je meer afstemming, meer consistentie wil in wat designers en developers doen. Ik kan me best voorstellen dat dat voor veel organisaties, zeker organisaties die zo groot zijn als een Aegon, echt voelt als een soort van monsterklus, waarvan je afvraagt, weet je, waar moet ik beginnen? Hoe zijn jullie heel concreet bij Aegon? Hoe hebben jullie die eerste stap gemaakt? Wat was die eerste stap? Een belangrijke was dat we wel begonnen zijn met workshops. Dus die was in eerste instantie was dat vooral geënt op developers, omdat er al een pattern library was. Dus we hebben eigenlijk, dat was nog voor corona, dus we konden nog gewoon op kantoor, konden we gewoon met mensen zitten. En dan hebben we gewoon heel eenvoudig een vragenlijst gehad, waarin we gewoon langsliepen van, wat vinden jullie nu van de pattern library? Wat kan er beter? Wat zou je in de toekomst anders willen? Daar sloten zich eigenlijk al heel snel ook designers en PO's bij aan. Dus op die manier kregen we gewoon heel veel informatie van wat er leefde, wat er nodig was. En op basis daarvan zijn we plannen gaan maken. En natuurlijk ook heel erg kijken naar wat er in de industrie gebeurde. En proberen zoveel mogelijk vette dingen erin te krijgen. Ja, want je noemde net al even een aantal rollen op. Je had het over designers, developers, product owners. Er spelen natuurlijk veel rollen ook mee in dit verhaal. Ondertussen is er een poll uitgegaan met de vraag wat volgens de mensen die meeluisteren de grootste uitdaging van een design systeem is. Daar kunnen we denk ik zo even op reageren. Maar voordat we die resultaten hebben, Wouter, wat zijn al die rollen die meespelen? Of wat waren alle rollen binnen Aegon die meespeelden hierin? Er zijn natuurlijk in verschillende gradaties. Designers, dat is een hele makkelijke doelgroep om mee te krijgen. Want dat is gewoon, Het zit altijd ook in de naam. Ja, weet je, het is altijd een beetje on top of dingen. We zijn het wel mee eens dat we niet altijd hetzelfde knopje opnieuw hoeven uit te vinden. Developers waren ook altijd wel enthousiast. Dan zit ik van, mooi, we kunnen sneller werken. Hoeven wij minder na te denken over of het een button of een link is. Dus die zijn ook doorgaans heel blij mee. Product owners die zien ook gewoon een uptake in de metrics die ze hanteren voor hun producten. Dus die zijn ook doorgaans heel blij mee. De content managers, ook altijd heel erg blij mee, want die krijgen weer leuke dingen om mee te spelen. Dus daar moet je ook rekening mee houden. Wat dan weer een andere bediening heeft dan bijvoorbeeld een developer. Want het gaat via een CMS-interface, dat is ook weer een andere manier van nadenken en werken. En de moeilijkste doelgroep zijn toch vaak de mensen die keuzes moeten maken over het budget. Ik denk dat voor veel van de mensen die nu in deze call zitten of het gesprek mee voert, zijn mensen die zien het systeem in werking en die gaan ermee aan de gang en die genieten ervan en die zien het en die waarde die is gelijk tastbaar. Maar op het moment dat je zegt van we gaan een design systeem maken, de allereerste vraag die je meestal terugkrijgt is maar wat is dan de return on investment? Wat ga ik hiermee behalen? En dan moet je met een hele goede calculatie komen. En die calculatie is best wel complex. Op het moment dat je namelijk een design systeem neerzet voor designers, dan is de impact best wel minimaal. Omdat designers die zijn niet altijd bezig met het creëren van één component, maar juist om het oplossen van gebruikersproblemen. Dus voor hun is een design systeem een tool die misschien 10-20% van de tijd versnelt. Dus de echte business case die zit bij je developers. Hoe je hun juist gaat helpen om te versnellen. Want dat zijn ook vaak waar de kosten zitten binnen IT of implementatie. Zit hem altijd in development. Omdat opeens een knop niet meer werkt. Of omdat dit niet meer werkt. Noem maar op. Dus daar moet je een hele goede calculatie voor maken. En het helpt als je heel veel developers in een organisatie hebt. Want dan heb je een hoger bedrag. Dus dat is aantrekkelijker. Maar die calculatie dat begint eigenlijk met een idee krijgen van stel dat we nu een component zouden maken van scratch. Wat moet voldoen aan alle eisen? Dus accessibility, maar ook code quality. Hoeveel tijd zou het dan ongeveer kosten per developer om één component te maken? Dat is dan een bepaalde urenschatting die eruit komt. En aan die urenschatting kan je dan een bedrag hangen van uurbasis of het intern of extern is. Dat bedrag kan je vervolgens
keer een aantal doen van hey, hoeveel developers heb je? En dan kom je op een best wel een mooie business case uit. Van, tenminste, dan kom je op een mooie kostenpost uit waar je op kunt gaan besparen. En dan is dus een vraag, van die tijd die je berekend hebt, welk percentage gaat het design systeem daarvan afhalen? Dus is dat 10%, 20%, 30%, 40%, noem maar op. Veel mensen die zeggen gelijk al 80%. Dat is heel erg hoog, heel erg onrealistisch. Meestal is het vaak veel meer rond de 50-40. Maar het is ook weer afhankelijk van wat voor developers je hebt. Dan is het ook goed om te realiseren dat dat nummer wat eruit komt rollen, dat is niet een kostenbesparing die je op de ene op de andere dag hebt. Het is net zoals leren fietsen of leren autorijden. Dat duurt even voordat je het onder de knie hebt. Dus dat is een kostenbesparing. Er gaat een bepaalde tijd overheen voordat je de volledige potentie benut hebt. Daar moet je ook rekening mee houden. Dus dat weegt ook op tegen de investering die gedaan moet worden, die je daarin mee moet nemen. Vervolgens is het ook belangrijk om te realiseren dat het bedrag wat er dan uiteindelijk aan de eindstreep opstaat, dat dit niet een bedrag is wat uiteindelijk ook op iemands bankrekening terechtkomt. Het is enkel een budget wat vrij wordt gemaakt in de vorm van uren. Dat betekent dat als een developer nu 40% sneller ontwikkelt, maar nog steeds die extra tijd pakt, want hij is iets anders aan het doen, of hij wil het nog perfectioneren, of wat dan ook, dan heb je die kostenbesparing dus nog steeds niet. En dat is eigenlijk een beetje de complexiteit bij dit soort dingen. Kijk, als we een nieuwe tool inkopen, Figma, dan is het gewoon een vast prijsje, en dat komt allemaal wel goed. Maar met zo'n complex ding als een design systeem, dan wordt het toch even net een iets ander verhaal met hoe je dat gaat bewijzen. Beantwoordt dat een beetje je vraag? Ongeveer wel. Ik heb wel een verdiepende vraag daarop. Ook op basis van wat ik in de poll voorbij zie komen. Dat 47% van de mensen die kijken zeggen dat het betrekken van stakeholders de grootste uitdaging van een design systeem is. Gevolgd door de complexiteit van het systeem als runner-up. En volgens mij, wat je ook uitlegt, Wouter, is dat het je hebt een heleboel stakeholders om te betrekken. Designers en developers wijst het zichzelf iets meer vanzelf voor. Maar zeker voor de mensen die op de budgetten zitten en die uiteindelijk de sign-off moeten geven voor de uren die je er als design system team in wil stoppen, is het heel lastig om die impact en die waarde meetbaar te maken. Je legt uit dat dat een ingewikkelde som is die je moet maken. Alexander gaf ook al aan dat jullie aan het begin aan de slag zijn gegaan met het doen van een aantal workshops. Zijn jullie, hoe zag dat proces er dan ongeveer uit? Zijn jullie, hebben jullie al die rollen bij elkaar in een workshop gestopt? Of zijn jullie echt één voor één langs de verschillende stakeholders gegaan en een presentatie gegeven over over wat dus die impact is, wat die rekensom is. Hoe ben je daadwerkelijk dat gesprek aangegaan met degene die daadwerkelijk dat budget vrij moet maken? Wij werken bij Aegon met Safe 5.0 framework. Voor degene die dat kennen, dat is een digital product development proces. En daarin heb je al een aantal basisrituelen staan die kunnen helpen. Ook grote organisaties zoals Aegon hebben ook een aantal andere overkoepelende rituelen al, waarbij ze bijvoorbeeld intern kennis delen. Dus er zijn altijd wel makkelijke kansen om een nieuw idee te positioneren. Waar wij begonnen zijn, is om het design systeem puur op onze eigen business unit te richten, vooralsnog. Dat was de initiële insteek. En toen zaten we op een tijdelijk budget, innovatiebudget. Dat hebben we gebruikt om mensen te kietelen, te kriebelen, nieuwsgierig te maken en om enthousiasme op te wekken. Maar ook omdat het al op onze eigen release tray, op onze eigen business unit was gericht, konden we ook die business case veel makkelijker maken. Omdat we daar gewoon veel meer grip op hadden en we wisten precies welke technologieën er werden gebruikt. Alexander heeft heel goed vooronderzoek gedaan om te kijken wat er allemaal nog meer speelt binnen in Aegon. Dus ook al maakten we de keuzes voor het nu, we konden wel al bepalen over een jaar, twee jaar, dan moeten we daar staan en dan moeten we die ook bedienen. Dat was altijd het doel geweest. Maar de business case zelf, die werkt alleen voor onze eigen business unit. Wat er dan vervolgens gebeurt, is je gaat een mooi plaatje maken. Plaatjes maken werkt altijd het beste. Want daar worden mensen enthousiast van.
dan zien ze opeens veranderingen in iets nieuws. En dan worden ze enthousiast. Vanuit daar heb je dan een aantal van die rituelen binnen in Safe, waarbij je dan mensen betrekt, stakeholders betrekt. Je hebt je demo's vanuit Scrum werken. Al die dingen, altijd constant. Ja. Marketing, afvuren. Laten zien hoe cool het is, resultaten die je behaalt, mooie plaatjes delen. En dan gaat dat vlammetje gaat dan een beetje opwakkeren. En op een gegeven moment gaat het dan zijn eigen leven lopen in zijn organisatie. Dat je op een gegeven moment iemand helemaal aan de andere kant in zijn bericht zit op Teams. Van hé, ik heb het ontwerp gezien. Dit is super cool. Ik wil ermee aan de slag. Wat moet ik doen? En dan gaat het zichzelf verkopen. En dat is super tof. Omdat we die business cases op onze eigen release train gericht hadden, konden we het ook doorontwikkelen als dienst. En door de dienst hadden we ook een doorlopend budget. En dus kunnen we nu ook een doorlopend team erop zetten. En dan wordt het leuk, want dat budget dat wordt dan weer georganiseerd vanuit de andere business units. Dus die geven een soort commitment af. Wij hebben een aantal toolings die daar dan omheen communiceren. We hebben een heel service catalogus, noem maar op. Dus dat was heel veel schrijfwerk, service level agreements, maar ook weet je wel, duidelijk neerzetten wat het allemaal is. Maar het zijn ook gewoon sessies doen waarbij je de kracht laat zien. En dat zijn volgens mij de meest sterke dingen die je kunt doen. We hebben een aantal meetings samen met stakeholders, waarbij we in 20 minuten een hele pagina in elkaar gezet hebben qua development, om te laten zien hoe makkelijk het werkt. En dat soort dingen, dat spreekt gewoon boekdelen. En vervolgens, als dat vuurtje dan lekker brandt, omdat wij een pilot hadden opgezet bij het hypothekenbedrijf, konden we ook de resultaten laten vertellen door iemand die niet in het design systeem team zat, maar juist van een stakeholder. Dus op die manier konden we ook weer ambassadeurs creëren die eigenlijk voor onze dienst gingen staan. En dan zijn we heel goed op weg. Want dat betekent dat ik niet meer hoef te roepen hoe goed het is, maar dat de collega's gaan vertellen hoe goed het is. En dan ga je wel aardig hard vooruit. En dat is er eentje ook die je volgens mij vaker ziet. Dat inderdaad gezegd wordt, ga aan de slag met het creëren van ambassadeurs voor je design system binnen je organisatie. Nou, volgens mij, Wouter, wat jij net hebt uitgelegd, is dat je dat vooral doet door er één, wel veel effort in te steken. Maar vooral ook heel veel passie en heel veel enthousiasme in te verwerken. En vooral te laten zien wat het allemaal kan bieden. En hoe enthousiast je daar zelf ook van wordt. Volgens mij werkt dat enthousiasme dan ook aanstekelijk om meer mensen daarin mee te krijgen. Wil even door naar... Sorry? Ja, ik denk dat men niet moet vergeten, is dat het opzetten van een design systeem is eigenlijk het ontwikkelen van een nieuw digitaal product. En mensen die ervaring hebben met Lean Startup, Agile Startup en allemaal dat soort dingen, dat zijn een soort mensen die je erbij moet hebben. Want dit is, we zijn gewoon een interne startup begonnen. Punt. Dat is waar het op neerkomt. Ja, maar dat dus misschien zou je hem bijna meer kunnen zien als een digitaal bedrijf of een digitale service. En niet zozeer als een product. Het heeft natuurlijk niet, we hadden het er net al over, het heeft niet een begin en een eind wat dat betreft. Maar het is echt een service die je opzet. Wat je net ook al uitlegde, jullie zitten nu in een servicefase. Waarbij je echt in dienst staat ook van de rest van de organisatie. Ik denk dat dit goed aansluit bij een vraag die ik net binnen zag komen. Vanuit Marlies was het de vraag, was jullie team een dedicated team? Ik lees hem helemaal verkeerd voor. Was jullie team dedicated aan het maken van een design systeem? Of was het een onderdeel van het designproces van de mijnomgeving? Dus was er een apart design systeem team? Of werd dat eigenlijk geplukt vanuit de resources vanuit de bestaande teams? Alexander, hoe zat dat? Zit dat? Nou, Wouter kan iets beter uitleggen hoe dat zat met budget en zo. Dus ik geloof dat er een innovatiebudget voor beschikbaar was. Maar het was echt een dedicated team. Echt met volle focus op het design system. Ja, en wat je volgens mij wel ziet, is dat, kijk, er zijn verschillende modellen voor. Ik denk dat we die nu niet in detail moeten gaan bespreken met elkaar, dan zijn we daar iets te lang mee bezig. Maar je kan designers uit teams resources geven om samen te komen, meer in de vorm van een gilde, of developers meer in de vorm van een gilde samen laten komen, daaraan laten werken. Maar ik denk dat je vaak wel ziet dat, zeker bij organisaties en producten zo groot als die van Aegon, dat het echt loont om daar een dedicated team voor vrij te maken. Dan moet je daar natuurlijk ook de resources voor vrij weten te maken.
is het belangrijk dat je, wat Wouter net uitlegde over de meetbaarheid en dat je die ingewikkelde rekensom, dat je die deels weet te maken en dat enthousiasme weet over te brengen. Ik ben het er niet helemaal mee eens. Oh, vertel. Een dedicated team zeker is krachtig, maar wat je ook ziet is dat een dedicated team gaat heel geïsoleerd te werk. Dus een designer die bijvoorbeeld voor hypotheken werkt of schadebedrijf of wat dan ook, zijn backlog staat vol. Hij heeft het gewoon druk. Er moeten gewoon targets gehaald worden, zeker bij een financiële organisatie. Het werk moet gewoon af. Op het moment dat je gaat zeggen van hey, we gaan ook nog een design systeem doen, kom ook nog even 2 dagen bij ons zitten. En dan gaan we natuurlijk zeggen van ja, maar hallo, er staat nog niks, waarom zou ik daarin investeren? Dus dan krijg je een beetje het kip- en het ei-verhaal. Het dedicated budget wat we gebruikt hebben voor de opstartfase met een team, een dedicated team, hebben we wel gebruik gemaakt van designers die daadwerkelijk in een business unit of in een DevOps team zitten, maar die 2 dagen per week bijsprongen. Het risico is namelijk dat je een button ontwikkelt. Nou, een button is misschien niet zo'n goed voorbeeld, maar bijvoorbeeld een step indicator ontwikkelt in isolatie die niet werkt binnen de context van een product. Dus je moet die informatie ergens vandaan halen. Een gilde is natuurlijk heel leuk en dat werkt. Dat is vaak 1 keer per week, dus dat duurt best wel lang. We hadden nu 1 iemand van het bankteam erbij zitten en 1 iemand van het tekenteam erbij zitten. En we hadden 1 iemand van het klantteam erbij zitten, die verantwoordelijk was voor het volledige platformbeleving. En vanuit die 3 perspectieven, plus nog een dedicated designer, zijn we eigenlijk altijd gaan kijken van hey, hoe moet zo'n component of hoe moet zo'n onderdeel werken? En juist ook omdat die mensen vanuit een business unit komen, heb je ook veel meer draagvlak. Want het is dan ook opeens iets wat gemaakt is samen met die business unit, waardoor het ook in waarde veel hoger wordt. Dus een dedicated vorm is handig, maar doe dat dan ook puur op de developers. Zorg ervoor juist dat de designers verantwoordelijk worden gesteld om dat draagvlak te creëren en al die input te verzamelen op een hele snelle, makkelijke manier. Dat heeft voor ons in ieder geval heel goed gewerkt. Eigenlijk kom je hier ook weer een beetje terug op het stukje ambassadeurs voor je design systeem creëren. Waarbij je dus ook zeker zegt aan de kant van designers, weet je, pas ervoor op dat je niet een situatie creëert waarin dat design systeem team een beetje op hun eigen eiland aan het werk is aan nieuwe componenten, nieuwe innovaties. Maar dat niet meer terug weet te rijmen naar de context van al die verschillende teams die er zijn en de behoeften die zij daarin hebben. Juist. Heb ik hem goed teruggepakt. Hey, misschien wel leuk om ook even. Er wordt altijd over design systemen heel. Soms een beetje te glorieus gepraat. Iets te veel op een roze wolk gezeten. Om ook even gewoon heel concreet en eerlijk te zijn. Wat zijn. Echt daadwerkelijk, we zaten eigenlijk al een beetje op een uitdaging van het design systeem, dat je te veel op je eigen eiland komt. Wat zijn andere uitdagingen of nadelen die jullie bij Aegon tegen zijn gekomen? En hoe zijn jullie daar dan ook weer mee omgegaan en overheen gekomen? Alexander? Ik denk een belangrijke is dat je best dan op een andere manier gaat werken dan dat je voorheen gewend was. Dus wat je, weet je, de klassieke manier van producten maken is toch een beetje dat een designer en misschien met sparren met andere designers, die gaat een design maken. En als het af is, dan gaat het naar een developer en die pakt het op en maakt er weer zijn eigen ding van. Nou, bij een design system gebeurt dat natuurlijk niet. Alhoewel dat ik daar keuzes in kunt maken en er zijn echt wel opties in. Je gaat wel veel meer met designers en developers samenwerken. Maar je moet 1 systeem maken. We hebben bij het Aegon design system ook echt ervoor gekozen om dus in Figma ook componenten te maken. Die worden ook via een library verspreid. Die kunnen ook parameters ontvangen, hebben een eigen variant, et cetera. Dus dat is ook al een stukje van software die je vanuit design maakt. Maar dat moet natuurlijk wel 1-op-1 matchen met code. Anders gaat het mis. Dus je moet echt in staat zijn om als designers het net zo op te kunnen bouwen als in code. En dat kan best wel botsen. Dus dan heb je designers die gewend waren om altijd heel intuïtief te werken. Ja, die worden nu een beetje gedwongen om dingen te systematiseren. En tegelijkertijd worden developers ook veel meer gedwongen om ook te snappen van wat gebeurt er eigenlijk in zo'n design tool. Want ik moet dat wel allemaal kunnen repliceren.
Dus dat is wel en dat gaf soms al botsingen in het team. Ik denk ook dat een van de, volgens mij het classic, de classic weerstand. Ik geloof dat daar gaat een Google Home gaat praten tegen me. Goed, dat is ook technologie en smart homes, I guess. Hè? Ik wil dan hem even het bruggetje maken naar ook de poll die nu online is gezet. Wat volgens mij een van de grootste spanningsvelden is die vaak omhoog komt als het in organisaties over designsystemen gaat. En dat is de vraag of een designsysteem limiterend is voor de creativiteit binnen een organisatie. Ik zie heel veel reacties terwijl ik mee zit te kijken op nee binnenkomen. Daar word ik als designsysteem aficionado natuurlijk enthousiast van. Maar Wouter, jij hebt denk ik dit bezwaar of dit spanningsveld ben je ook tegengekomen bij Aegon. Wat zou jij zeggen hierover? Ja, dit spanningsveld kom je constant tegen. Het heeft ook heel erg te maken met wat voor soort designers je hebt, wat voor soort mensen überhaupt je hebt, hoe zij werken en wat voor dingen zij graag willen doen. En hoe je dat goed kunt focussen en richten en channelen op iets waarbij je ook daadwerkelijk die potentie kunt benutten. Ik heb in mijn 10+ jaar mensen ontmoet die zijn super geweldige designers, maar die vonden het afschuwelijk om een knopje her te gebruiken. Die willen gewoon elk knopje opnieuw doen. Ja, dat werkt gewoon niet. Dat is niet het soort ontwerpen wat je wil hebben. Maar je hebt ook wel weer designers die meer focussen op de daily run, zoals we dat noemen. Die zijn nog bezig om gebruikersproblemen op te lossen. Dat je al laag bij de grond het juiste ding snel bouwen. Daar is zo'n designsysteem super episch. Voor hun werkt dat als een tierenlier. Je hebt ook designers die veel meer gericht zijn bijvoorbeeld op marketingcampagnes. Echt een groot stuk branding. Daar heb je veel meer vrijheid om te spelen met dat wat je krijgt. Dus daar zit ook heel veel toegevoegde waarde. En je hebt ook mensen die daar dan weer overkoepelend overheen hangen om veel meer te kijken van een innovatievraagstuk, hoe je diepere klantproblemen oplost. Dus, en dat is een beetje dus ook de vraag van, voor wat voor mensen werkt een designsysteem dan? Voor die eerste en voor die derde persoon werkt het heel goed, want die kunnen lekker snelheid maken. Maar voor die persoon die juist binnenin die marketingstuk zit en die gaat over mooie campagnewebsites, geeft die ook vooral de vrijheid. En geeft die vooral ook de ruimte. Want ook daar vandaan komt weer een stuk innovatie voor je designsysteem. Want die maakt een geweldige brandingpagina en die merkt opeens van, als we deze knop op die manier doen, gaat de conversie 10% omhoog. Accepteer dat dan ook en gaan er ook mee in door. En dan zit je ook met, wat is dan die rol van een designsysteem team? Ben je een politie die vervolgens alles gaat afwrikken en dat mag niet en dan gaan we door? Of ga je juist een faciliterende factor worden voor de organisatie om je doelen te behalen? En dat is echt een hele andere manier van nadenken, ook vanuit mijn rol als UX lead zijnde. Hoe ga je daar invulling aan geven? En waar zit dan precies die lijn van wat mag wel, wat mag niet? Wat vinden we oké, wat vinden we niet oké? En wat is dan precies onze slagkracht op dat soort vraagstukken? En dat is lastig. Ik heb er ook geen eenduidig antwoord op. Behalve dan constant het wiel, niet het wiel nu uitvinden, maar constant het gesprek blijven voeren van, zijn we nog op de goede weg? En pas als het antwoord nee is, dan pas actie ondernemen. Ja, ik denk ook dat... Ja. Oh, sorry, Alexander. Ja, ik haak er nog eventjes op in. Wat ik in het begin heel erg merkte bij het starten van een design system, was dat het best wel de gedachte was van, we hebben al die teams, er komt een team boven, design system team, governance. Nu kunnen we echt via één centrale structuur hebben we invloed op wat er allemaal gebeurt. Maar het is eigenlijk helemaal niet hoe het echt werkt. Omdat als je kijkt naar de techniek, is dat je gewoon uiteindelijk gewoon dingen maakt. Je maakt gewoon dingen beschikbaar, al die bouwblokjes. En dat kan van alles zijn. Dat kunnen ook bouwblokjes zijn. Je kunt meerdere pagineringcomponenten maken of meerdere headers. Of je kunt eigenlijk een hele scala aan dingen aanbieden. En vervolgens is het aan de teams om daar iets mee te maken. En ook goed om te benadrukken dat een design system, het zijn vaak meer de kleinere, de meer atomic dingen die je aanbiedt. En het is aan een team om daar een layout mee te maken. Dus een team moet sowieso custom daarmee aan de slag. En je hebt natuurlijk het fenomeen van Snowflake components. Wat componenten zijn die bedoeld zijn om maar één keer te gebruiken, die specifiek zijn voor één team. Dus in de praktijk heeft juist een team heel veel vrijheid
En kan gewoon zelf shoppen in wat het design system aanbiedt. En is het gewoon veel meer een kwestie van hoe ga je ermee om met reviews in je UX guild, et cetera, van hoe je dan vervolgens governance doet. Ja, ik denk ook dat een van de dingen die ik daar vaak over tegenkom, is dat het doel van een design systeem is natuurlijk niet om, nou ja, wat jij ook zegt, Alexander, een hele strakke governance structuur op te zetten en alles op zo'n manier vast te timmeren, dat je alleen nog maar gebruik kan maken van dat wat we al ooit bedacht hebben. Maar dat je juist een systeem creëert waarin je heel doelbewust kan afwijken. Maar daar zit volgens mij ook de key erin. Dat je er eigenlijk voor zorgt dat een afwijking of iets anders doen dan wat we al bedacht hadden, dat doelbewust is. En dat daar een gedachte achter zit en dat we dat je als bedrijf, als geheel weet waarom je dat op die manier doet. En weet waarom je afwijkt. En volgens mij wordt het dan juist weer een heel positief en een fantastisch verhaal. Want dat betekent eigenlijk dat je beter nadenkt over je digitale product. En volgens mij is dat alleen maar mooi. Dat denk ik ook. Ik denk dat als je als product owner of product manager wil je bepaalde strategische doelen behalen. En het design systeem zegt van nou, dit zorgt ervoor dat je 40% sneller gaat. Dus gebruik het ook vooral. En op het moment dat een team zegt, nou, ik wil toch liever even een andere step indicator hebben, want ik wil ook bepaalde parameters kunnen beïnvloeden of wat dan ook. En dan moet je het zelf gaan bouwen. Dat betekent dat je het ook meer tijd in moet gaan investeren. En die tijd moet je dan verantwoorden tegenover de strategische doelen die je wil behalen. En dan wordt het opeens een hele makkelijke afweging om te kijken waar je resources en je budget heen gaat. En dat is zeker iets waarbij het design systeem dan ook helpt. Ja. Hey, ik zie gedurende het afgelopen 50 minuten al veel vragen voorbij komen. Ook over tooling. En welke tooling gebruiken jullie? Hoe hebben jullie de toolstack ingericht? Daar wilde ik expres niet te diep op ingaan. Omdat er volgens mij ook, we zagen net ook de grootste uitdagingen van het design systeem liggen over het algemeen meer bij de mensen die ermee moeten werken. En de tooling is ondertussen zover ontwikkeld dat die verschillende wegen leiden naar Rome daarin. Dus daar kom je over het algemeen wel uit. Toch even kort, misschien een lijstje. Wat zijn de tools die Aegon gebruikt voor het design systeem? Alexander? We hebben eigenlijk de opzet voor het design systeem is heel gelaagd. Er wordt heel veel Angular gebruikt. Dus we wisten dat we Angular moesten supporten. Maar er zijn ook op een aantal plekken, daar wordt geen Angular gebruikt. En dus we wisten dat we een heel gelaagd systeem moesten hebben. Eigenlijk de onderste laag is eigenlijk design tokens. Die we met Style Dictionary, wat een tool is om dat te exporteren naar heel veel verschillende platformen. Daarbovenop hebben we de laag eigenlijk met componenten. Zowel in Figma als in SAS. Daarbovenop hebben we eigenlijk enkele componenten. Vervolgens distribueren we dat allemaal via de Package Manager, NPM. Aegon had al een custom NPM registry waar we gewoon in konden haken. Dus we hebben een aantal packages, die versionen we. En we hebben ook een CDN beschikbaar, die ook geversioned is. En wat je ziet is dat teams eigenlijk een mix gebruiken daarvan. Dus meestal gebruiken ze de fonts en de iconen komen uit CDN. Er komt heel veel kant-en-klare componenten komen uit de packages. En soms gaan teams zelf aan de slag en pakken ze ook de tokens. Of soms kleinere dingen als mixins en utilities. En gaan zelf aan de slag. Ik mis daar denk ik alleen nog de even kijken, concrete design tool die jullie gebruiken is Figma, geloof ik. Hè? Sowieso en Figma. Top. Nou, daar zijn genoeg talks ook over te vinden, over Figma en design systemen bij elkaar. En voor documentatie, Wouter, is het Frontify, geloof ik, hè? Ja, wij hebben Frontify is al binnen bij ons om daar de brand guidelines op te plaatsen. Dus het design systeem moet holistisch zijn, dus het zou raar zijn als je dat dan weer apart gaat doen. Dus we willen proberen juist op onze Frontify alles met elkaar te verbinden, dus brand voice, brand guidelines, digital guidelines, maar ook het design systeem en alle rijlen en zeilen daaromheen. Ja, je ziet eigenlijk dat die documentatie, in ieder geval wat betreft je tooling landscape, wel echt een,
een key factor is om die brug tussen design en development en eigenlijk die processen meer op elkaar aan te laten sluiten. En weer terugkomend op dat verhaal over dezelfde taal spreken. Eigenlijk is dat je woordenboek, je online wiki. Ja, zeker. En misschien wel goed, om dat hebben we nog niet helemaal aangestipt. We hebben gebruik gemaakt van een workflow. De Nathan Curtis workflow, waarin je eigenlijk in stapjes werkt aan bijvoorbeeld de componenten en functionaliteiten. En dat raakt ook nog een beetje aan waar je het over had met shared language. Dus dat gaat echt helemaal in het begin, dat je een exploratie, verkenningsfase hebt, waarin je echt een beetje gaat aftasten van nou, wat willen we eigenlijk maken en hoe noemen we dat. Naar een proposalfase waarin je het eigenlijk helemaal concretiseert en dat je iets echt een naam geeft. En daar ook met het hele team overeenstemming over bereikt. En vervolgens ga je de design, code en documentatiefases in. En vervolgens publiceer je het. Ja. Hey, om hem af te sluiten. In 1 of 2 zinnen. Wat is nou het grootste resultaat wat jullie hebben gemerkt nu de 2 jaar down the line van het opzetten van dit design systeem? Misschien Alexander bij jou beginnen. Misschien 1 zin extra, maar bij de teams zie je dat er gewoon heel veel aandacht is voor alle domeinlogica en voor alle applicatielogica die er geschreven moet worden. Dus heel veel back-end werk wat er te doen is. En met het design system zien we dat we die teams gewoon kunnen ontlasten. En dat die veel meer focus hebben voor wat ze eigenlijk willen doen. En op een gegeven moment kregen we een keer een compliment van een van die zeg maar mid-end, back-end developers. Die zei van UI's maken is echt is a breeze geworden door het design system. Dat was wel een mooi compliment. Mooi. En Wouter? Ik denk dat het mooiste brede resultaat op dit moment is dat dankzij het design, onder andere dankzij het design systeem, dat Egon gewoon meer digital minded aan het worden is. Dat de waarde van IT beter wordt bewezen. Ook gewoon het nut van dit soort oplossingen. Kijk, digitalisering wordt vaak gezien als dat was papier, dat moet nu elektriciteit worden. En nu opeens zien ze van, oké, digitalisering gaat echt wel wat verder dan dat. En je kan er gewoon veel meer mee. Dat heeft het design systeem voor Egon gebracht. Onder andere. Dan denk ik dat we hem op die noot met elkaar kunnen afsluiten. Dan wil ik iedereen, ik geloof trouwens dat we, er zijn volgens mij veel meer vragen nog binnengekomen in de chat dan dat we hebben kunnen beantwoorden met elkaar. Zoek als je nog antwoord wil op je vraag, zoek vooral contact met Wouter, met Alexander wat mij betreft ook met mij. En hopelijk kunnen we je nog wat antwoord geven daarop. Ik heb ook even een slide opengezet waar jullie een QR-code zien. Als je die scant, word je geleid naar het Adept YouTube kanaal. Daar komt later vandaag deze talk ook live op te staan. Mocht je hem nog terug willen kijken en nog notities willen maken of daar nog iets van willen vinden. Daarnaast staan natuurlijk nog andere vette live talks en andere content staat daar ook op. Dan wil ik Alexander en Wouter jullie ontzettend bedanken voor jullie inzichten en jullie tijd. Dat jullie ons meegenomen hebben op deze korte reis door het design systeem van Egon heen. En dan wil ik iedereen die ingetuned heeft om te komen luisteren en polls beantwoord heeft en vragen heeft gesteld, ook bedanken voor jullie tijd. En wens ik iedereen verder nog een ontzettend fijne dag toe. En heel veel plezier met design systemen in de toekomst natuurlijk.